denk dat Hanne een persoon is die vanuit haar eigen ongelooflijke liefde en talent voor het componeren en voor muziek erin slaagt om hetgeen waar ze zelf zo'n passie voor heeft, om te zetten naar een heel breed publiek en de kiemen te zaaien om zelf aan de slag te gaan met die muziek. En voor haar is dat dan de Art for Community, bij kinderen, bij bejaarden, bij dementerenden. En zij kunnen dan hun ding daarmee doen. Door zelf te musiceren, zelf te zingen, in groep samen naar een koor te gaan, of het nu tekenen, beeldhouden, wat dan ook is. Mijn allereerste ervaring met kunst was een kleurpotlood. Zelf scheppen doet iets met een mens. Voor mij persoonlijk is dat ook een stuk balsem op de ziel als ik iets wil ontladen enzovoort. Is muziek voor mij ontzettend belangrijk. Maar dat is het ook voor mensen die ziek zijn, voor mensen die dementerend zijn, voor kinderen die opgroeien. Dat maakt ook dat zij zich beter in hun vel voelen. Dus dat zij ook minder zorg zullen nodig hebben. En dan kom je in het hele verhaal over hoe dat je bijvoorbeeld merkt bij een zeer zwaar autistisch neefje wat een rustgevend effect muziek op hem heeft. En dat zie je dus ook zelfs bij dieren, zelfs bij planten. Maar dan wordt het wel heel wollig misschien voor sommige mensen. Maar het komt erop neer dat dat zo fundamenteel is dat we daar eigenlijk meer een rode draad in moeten maken in de verschillende aspecten van ons leven. Omdat ik denk dat het daarmee dan een heel belangrijk voorzorgsprincipe toepast. Wat voor mij als groene, dat is een van de principes dat wij hanteren, kwaad kan helpen voorkomen of verzachten. En dat maakt dan ook dat je achteraf veel minder harde ingrepen moet gaan doen. Wat ik heb geleerd van Hanne als kunstenaar, dat het voor haar als kunstenaar ontzettend belangrijk is om door die grenzen te kunnen breken en haar ding te kunnen doen op verschillende terreinen. Het zijn allemaal uitingen van dezelfde creativiteit en dezelfde talenten die van binnenkomen, maar waar we als overheid en als politici toch te veel vaak etiketjes op willen plakken. Het is soms spijtig dat we alles in economische termen moeten omschrijven, maar er zijn steeds meer studies en er is onlangs ook nog vanuit de OESO een oproep geweest om meer innovatie en creativiteit toe te laten in België. Wel, dat doe je net door eigenlijk heel veel aandacht te besteden aan die andere aspecten van het mens zijn. Hè. En kunst en cultuur is daar één van. En er is echt ook ondertussen al bewezen dat aandacht voor kunst en cultuur de creativiteit voedt. En dat zeker in tijden van crisis die innovatie die creativiteit met zich meebrengt echt belangrijk is om ook als economie een nieuwe adem te vinden. Dus er zijn ook echt ondertussen wel wat harde onderzoeken die de effecten daarvan op de economie en de vernieuwing van ideeën eigenlijk aantonen. Dus het is niet iets waar je op moet beknibbelen in tijden van crisis. Nee, het is eigenlijk iets dat je moet koesteren.